Goedemiddag, juffrouw. Mijn naam is Meester Piet. Ik ben het hoofd van alle zwarte pieten die op dit moment bij Sinterklaas in dienst zijn. En dat zijn er wel geteld, en hou je vast, 1. Ik dus. En dat is een probleem, want je kan geen meester zijn als je niemand hebt om meester over te zijn. Maar ik ben dus wel de rechterhand van Sinterklaas en ik mag hem gewoon bij zijn naam noemen. Maar zou u mij alsjeblieft kunnen vertellen alwaar ik hier het Sinterklaas nieuws kan vinden? En graag een beetje snel, want het is nogal vrij dringend. Ik dank u. Ja, natuurlijk kan ik u dat vertellen, maar ik doe dat niet. En waarom niet? Voor wat hoort wat. En aangezien u de rechterhand van de Sint bent, zou ik heel graag een wens in vervulling zien gaan die ik al heel lang heb. Mijn lieve juffrouw, u heeft volkomen gelijk. Voor wat hoort wat. Zeg me welke wens u graag in vervulling ziet gaan. Het is een heel speciale wens. Zegt u het maar, ik ben een en al oor en zal uw wens noteren. Ik zou graag nog eens een kind willen zijn. Zo zonder zorgen. Zo weer terug naar school en allemaal van die stomme dingen bijleren. Goed, ik heb uw wens genoteerd en zal hem doorgeven aan Sinterklaas. Maar zou u mij nu kunnen vertellen alwaar ik hier het Sinterklaasnieuws kan vinden? En graag een beetje snel, want het is nogal vrij dringend. Daar om de hoek. Een goedemiddag, beste kijkers. Welkom bij het Sinterklaasnieuws. Dit zijn de hoofdpunten. Valse blauwsinten ontdekt in speelgoedwinkels. Meer dan 10 miljoen Vlamingen hebben hun dromen en wensen besteld bij de Sint. En deze laatste is momenteel bezig met zich intensief aan het voorbereiden op de grote intocht in Antwerpen. En verder ook dit nog. Kevin de Rijken heeft goud behaald op het Europees kampioenschap speculaas eten in Turkije. Ja, goedemiddag. Gisteren zijn in meerdere speelgoedwinkels nepsinten opgepakt door de speciale valse sintenbrigade van de federale politie. Deze nepsinten kan je herkennen aan het blauwe pak dat ze dragen en ook aan het blauw sint speelgoed dat ze proberen te verkopen. Commissaris, pak me dan als je kan, zei dat we nog maar het topje van de ijsberg hebben gezien. Sport. Gisteren is in Turkije het Europees kampioenschap speculaas eten gehouden. De jonge Kevin de Rijken... Ja, wie bent u? Wat komt hier doen, alsjeblieft? Dit is een live uitzending, hè? Mijn naam is Meester Piet en ik ben gezonden door de Sint zelf. De Sint? Hemzelf? De Sint heeft namelijk een probleem. Een probleem? De Sint heeft dringend hulp nodig en daarom vraagt hij aan alle Pieten om zich zo snel mogelijk te melden op het volgende nummer. 0123456789101213141516. Dus ben je Piet en wil je de Sint helpen, meld je dan zo snel mogelijk. En ik herhaal, er is geen tijd meer. Dankjewel. Het sportnieuws. De Sint heeft namelijk een probleem. Een probleem? De Sint heeft dringend hulp nodig en daarom vraagt hij aan alle Pieten om zich zo snel mogelijk te melden op het volgende nummer. 0123456789101213141516. Dus ben je Piet en wil je de Sint helpen, meld je dan zo snel mogelijk. En ik herhaal, er is geen tijd meer. Dankjewel. Sinterklaas heeft Pieten nodig. Flauwekul. Ik, de blauwsint, ik heb Pieten nodig, want ik word de enige echte nieuwe Sinterklaas. Dus al die Pieten zijn van mij. Van mij. Ik moet me haasten. Ik moet verschrikkelijk haasten. Ik moet naar dat kasteel toe. Ik heb geen tijd te verliezen.